Oog om oog, tand om tand. Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Kom voor jezelf op. Als iemand je slaat, sla dan goed hard terug. Dan weten ze dat ze dat bij jou niet kunnen doen. Dat soort adviezen kunnen we soms meegeven aan elkaar, van onze kinderen. Zo van, wees assertief, kom voor jezelf op. En ergens willen we natuurlijk ook dat niemand over ons heen loopt. We zijn niet geroepen om voetveeg te zijn of ons maar onrecht aan te laten doen, omdat we te slap zijn om weerstand te bieden. Dat is niet goed. Toch zegt de Bijbel een aantal confronterende dingen. Eigenlijk Jezus zegt het en het staat in de Bijbel. We hebben het over de bergreden deze tijd. En vandaag gaat het over omgaan met conflict situaties en vijanden. Vijanden. Jezus zegt in Matteüs 5, staat het, in vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. In het Oude Testament, in de oude wetten, de oude principes die God meegaf, was dat wat werd gezegd. Als iemand jou slaat, dan ben je gerechtvaardigd om diezelfde klap terug te geven. Oog om oog, tand om tand. Maar, zegt Jezus, ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen jou wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand jou dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Zo. Ergens voelt dat heel tegennatuurlijk. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar het voelt niet eerlijk. Als iemand je onrecht doet, als iemand je slaat, als iemand iets van je eist zonder dat je het wil geven, moet je dat dan allemaal maar toestaan? Hoe bedoelt Jezus dat? Waarom zegt Jezus dat? Nou, Gandhi zei ooit, misschien wel geïnspireerd door deze woorden, oog om oog maakt uiteindelijk de hele wereld blind. Wat Jezus wil, is dat wij als zijn leerlingen ons inzetten voor vrede. En zolang wij elkaar betaald zetten, jij doet dit, ik doe dat. Jij doet dat, ik doe dit. Jij appt dit, oh, ik app dat. Wordt door conflicten alleen maar groter, niet opgelost en gaat het van kwaad tot erger. Met als gevolg ook dat je hart, wat bedoeld is om vol te zijn van vrede, liefde, blijdschap, hoop, vol raakt met bitterheid, wraakgevoelens, donkere gedachten. Jezus zegt ook in Matteüs 5 in de bergrede, gelukkig de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het mooie vind ik van deze fragmenten in de bergrede dat het zo nuchter en zo herkenbaar is. Dus Jezus gaat er gewoon vanuit dat je situaties tegenkomt waarin iemand jou onrecht doet. En dat de neiging dan is om te reageren en terug te slaan. Of in ieder geval negatief te reageren op het negatieve dat jou is aangedaan. Maar Jezus zegt, deescaleer. Dus iemand geeft je een klap en in plaats van die klap terug te geven, maar naar de ander je misschien ook schopt en jij weer terug moet schoppen, zeg je, oké, dit doet zeer. Maar ik beantwoord aanval met vrede. Jezus zegt ook daarover, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Met andere woorden, er zullen vijanden zijn tegenover jou, die jou tegenwerken, die het je moeilijk maken. Nou, ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan. Dat is best wel nauw, hè? Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? Als je alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegent, ja, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Met andere woorden, iemand doet jou onrecht en jij probeert recht te doen. Iemand behandelt jou onredelijk en jij probeert
En daar heb je echt kracht voor nodig, de Heilige Geest voor nodig. Een hele grote dosis zelfbeheersing, wat ook een vrucht is van de Heilige Geest. En geduld en inzicht. En jij beantwoordt onredelijkheid met redelijkheid. Aanval met rust. Dan ben je een vredestichter. Dat vraagt heel veel van je. Dat is niet slap. Dat is niet een soort slachtoffergedrag. Nee, dat is juist de regie in handen nemen. En met al jouw kracht, innerlijke kracht, jezelf in toom houden. Zodat vonkjes geen bosbrand hoeven worden. Deescaleren. We lezen ook in Matteüs 5, hè, want we zijn in die bergrede bezig, dat Jezus zegt, leg een geschil, vers 25 staat het, snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Snel bijleggen, snel verzoenen, snel proberen kleine dingen op te lossen voordat het grote zaken worden. En een conflict wat is tussen twee personen is, meer en meer mensen daarbij betrekt en grotere gevolgen krijgt. Daarover zegt Paulus later ook iets. Hij zegt, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dus dat je soms boos bent en gekrenkt bent, kan gebeuren. Maar laat de zon niet ondergaan terwijl je nog niet iets hebt gedaan met die boosheid van binnen. Want, staat het dan, geef de boze, geef de tegenstander, de duivel, geen kans. Als wij boosheid niet op een goede manier handelen, met God delen, dan geven we de duivel kans om een voet tussen de deur te krijgen. En onze boosheid wordt zomaar een wortel voor bitterheid en lelijkheid in ons hart. Dus geef de boze geen kans, maar laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Het laatste wat ik nu wil lezen is iets uit Jacobus. In Jacobus staat de bron van onze strijd en onze conflicten. Ik vind het altijd heel inspirerend. In Jacobus 4 staat, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Nou, vraag jij dat ook niet eens af? Waarom raak ik verzeild in conflicten? Wat is dat toch, de kern van een conflict? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in jouw binnenste? Want je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht, u twist met elkaar en u krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Hier zegt Jacobus, de broer van Jezus dus, de conflicten die wij hebben komen voort uit iets wat je wilt en wat die ander je niet wil geven. Iets wat je wil bereiken en die ander staat je in de weg. En dan krijg je die, aan de kant, doe wat ik wil. Of zit me niet in de weg, zit me niet dwars. Ik wil die kant op en jij zit me dwars. Ik wil dat bereiken en jij staat me in de weg. Ik wil. En ik krijg niet wat ik wil. En Jezus zegt, als je dan iets wil, laat je doel dan zijn, ik wil vrede. Ik wil licht zijn. Ik wil zout zijn. Ik wil blijdschap. Zoals in sommige liedjes ook voorbij komt, ik wil liever geluk dan gelijk. Laat mijn doel zijn en jouw doel zijn om in vrede te leven met alle mensen, voor zover dat van ons afhangt. En als iemand een balletje slaat van verwijt of aanval of onredelijkheid, dan kan je dat balletje terugslaan als een soort tenniswedstrijd en het wordt steeds feller. Maar je kunt ook zeggen, dat balletje, dat laat ik even gaan. En ik pak een heel ander balletje, een balletje van vrede, zou ik zeggen, en dat gooi ik op. En dat sla ik terug. Niet om mezelf te verheffen boven die ander, maar om daadwerkelijk vredestichter te zijn. Zoals Jezus wil dat we dat zijn. En dat is moeilijk. Ook in mijn leven worstel ik daar wel mee. Tuurlijk, wij allemaal.
Maar af en toe lukt het. En steeds vaker. En dat geeft zo'n vrede. En zo'n blijdschap. Want dan zijn we werkelijk kinderen van God. Als we het goede geven. En proberen te doen voor mensen die het andersom nog niet naar ons toe doen en willen doen. Zullen we bidden? Vader, ik bid voor ons allemaal die dit filmpje zien. Help ons om vandaag niet mee te gaan in negatieve spiralen van conflicten en ruzie en bekvechten. Help ons om vrede na te streven. Om de vrede te zoeken. En acties te doen en woorden uit te spreken die vrede bevorderen en conflicten niet vermijden, maar deescaleren. Geef ons ook de moed om soms te incasseren, de klap. Te incasseren het onrecht en de pijn die dat ons doet. Wilt u ons helpen om daarmee naar u te gaan? U ziet alles, u hoort alles. U begrijpt ons. En dat we ons gelijk en ons gram niet gaan halen bij die ander. Maar dat we onze pijn met u delen. En dat we van u wijsheid vragen. Hoe we het beste om kunnen gaan met deze situaties. Maak ons in ons daden echte kinderen van u. Want u laat de zon opgaan voor goede mensen en mensen die het goede niet doen. Vul ons met uw vrede, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Leuk dat je keek. Ik hoop dat je hier je voordeel mee kan doen, dat het je inspireert. Het volgende filmpje dat ik zal plaatsen is het filmpje over wederom de bergrede, maar het onderwerp de balk en de splinter. Daar spreekt Jezus ook over. De balk en de splinter, het gaat over oordelen. Mag je een oordeel hebben over andere mensen? En hoe dan en wanneer dan? En wanneer niet en waarom niet? Daar gaan we het over hebben. Hoe gaan we om met het oordeel dat jij over anderen voelt en ziet, ook dat anderen over jou hebben? De balk en de splinter. Als je wil reageren, kan dat hieronder. Maar je kunt ook een mailtje sturen naar martin.brand@legerdeshels.nl. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.